Hey Daan, het is woensdag 16 november. Een korte video vandaag. Ik heb niet heel veel te vertellen. Ik heb niet heel veel meegemaakt. Het enige wat ik eigenlijk echt heb meegemaakt in de afgelopen 2 weken. En dat zijn van die dingen, daar sta je niet bij stil op dat moment om dat dan te filmen. Ik heb wat doeka gemaakt. Doeka is een kruidenmix, wat je op tafel kan zetten als aperitief. Wat brood en olie erbij. Je pakt het brood, je doet het in de olie. Dan een beetje door de kruidenmix, door de doeka heen. En dan kun je dat lekker opeten. Maar die kruiden en al die noten en alles wat erin zit, heb ik gehaald bij een lokaal kruidenwinkeltje wat nieuw is. Een Turks kruidenwinkeltje. En het was de eerste keer dat ik het gemaakt had en het was redelijk goed gelukt. En ik heb een redelijk goede band opgebouwd met die jongen die daar werkt, die eigenaar. Dus ik had op een gegeven moment dat ik ook gezegd van joh, ik neem het dan een keertje mee en dan kan je het een keertje proeven. Want hij wist ook niet wat het was. Doeka is overigens een Egyptisch gerecht. Enfin, lang verhaal kort. Ik ben met mijn doeka naar hem toe gegaan en heb hem van de doeka laten proeven. En dat vond hij fantastisch. En andere mensen in de winkel hebben ook geproefd en vonden het ook erg, erg lekker. Dus ik heb hem een extra bakje gegeven, speciaal voor hem. En daarop heeft hij mij een bak met baklava meegegeven. Dus dat was een aardige ruil. Helaas heb ik niet meer dan dat meegemaakt. Dat was een leuke ervaring, maar op het moment dat je in zo'n winkel in gesprek bent en ja, dat gaat allemaal, dat gebeurt allemaal. Dat pak ik niet in ieder geval. Heb ik er niet aan gedacht om in één keer dan ook nog eens de camera erbij te pakken. Helaas, maar dat is dan wel de situatie. Daarnaast heb ik voor de eerste keer sinds dat ik hem voor de eerste keer gekeken heb, weer eens een keer Breaking Bad overnieuw gekeken. Gewoon van voor af aan helemaal. En wat blijft het toch een ongelooflijk goede serie. Het is echt, 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 echt een hele goede serie. Ik weet dat jij hem ook al meerdere malen volgens mij gekeken hebt. Het is zo ijzersterk. Dus daar heb ik ook weer van genoten. De series die ik op dit moment kijk zijn Westworld en Lucifer. Westworld weet ik nog niet. Ben ik nog niet helemaal zeker van. Ben ik nog niet helemaal over uit. Het is mooi. Het is ongelooflijk mooi. Alleen ben ik heel benieuwd hoe ze dit seizoen gaan afronden. En daar hangt het wel een beetje voor mij aan af of ik verder ga kijken. Daarnaast is Lucifer gewoon, ja, simpel, maar erg vermakelijk. Je moet het maar een keertje proberen. Het is comedy met. Het is een detective met comedy. Zo moet je het eigenlijk zien. En daar zit er nog niet een religieus tintje misschien, maar een. Ja. Weet ik niet. Het is de duivel op aarde. Dus ja, ga maar na. Hoe dan ook, dat is eigenlijk een beetje alles wat ik heb te vertellen. Voor deze week. Volgende keer heb ik wel wat. Dat beloof ik. Maar voor nu is dat alles wat ik heb te vertellen. Dus zeg ik Daan. Ik zie jou volgende week.